Een rode loper als openingshandeling en een kleine verrassing vanmorgen voor de treinreizigers bij station Assen. Wil je ook een ontbijtje? Ja. Ontbijtjes, waarom? Nou, omdat we vandaag een tijdelijk station openen en dat is toch wel een feestelijk moment. Maar is het ook een beetje om de pijn te verzachten van de tijdelijke ellende? Ja, het is natuurlijk wel een beetje afzien en mensen mogen wel een beetje verwend worden daarom. Dus inderdaad ook daarom. Wat vindt u ervan, meneer, ontbijtje? Oh, altijd goed. Het station wordt inderdaad netjes opgeknapt, denk ik. Dus u weet waarvoor het is? Jazeker. Het is vanochtend even wennen inderdaad om uit te stappen. Want je loopt straks linksaf onder het tunneltje door, maar nu bovenlangs. Dus ik ga ervan genieten. Het verzacht de pijn een beetje van het ongemak? Nou, pijn is het niet hoor. Het is voor iets beters. Dus wat mij betreft prima. Nee, dank u wel. Sommigen laten het ontbijtje links liggen, maar het gaat volgens de NS-regio-directeur om het gebaar. Ik heb vandaag ook al op Twitter gezegd, want het is niet eventjes doorbijten in de tijdelijke situatie. Maar we hebben toch echt geprobeerd om zo goed mogelijk station tijdelijk te maken. En er komt natuurlijk een prachtig station voor terug. Want het wordt echt een mooi station voor Assen met allure, eigen tijd, mooie verbinding tussen de stadsdelen. Nou, en ik denk dat de reiziger dat ook echt een prachtig nieuw station gaat vinden. Nou, niet alle reizigers, want een enkeling vindt het allemaal niet nodig en ook niet lastig. Oh, nou, het ongemak valt er wel mee. Vind ik wel meevallen hoor. Ja? Ja. Had niet gehoeven. Nee, ik stap sowieso niet waar het station eraf moet, maar toen maar. Ik vind het een beetje onzin, maar ga gewoon verder. Eet smakelijk. Dankjewel. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen.